Patrick Loenen, wat voor wedstrijd heb je gezien? Zelfde als jij, Piet. Ja, hè? DVS tegen Urk was het volgens mij, of niet? Ja, Piet, DVS tegen Urk. Ja. Maar wat vond je ervan? Eerste helft, laten we het daar eerst over hebben. Nou, het was... We hebben geprobeerd snel druk te geven. We hebben geprobeerd Urk te krijgen in dezelfde intensiteit als wij. Dat is best tricky, want als je dan ergens verschil niet maakt... Dan zijn we natuurlijk pas net 5 weken verder. Dan kan over misschien wel over 120 minuten kan dat pijn gaan doen. Dus we wilden ergens wel het verschil maken. Nou, ik denk dat we goed op weg waren. We kregen al 2-3 echt kansen of mogelijkheden. En uiteindelijk maken we een goal. Dat kunnen we ook niet volhouden. Nu nog niet. Dat gaat gewoon niet. Want kijk, het wordt ook moeilijker te vol te houden als je hem ook wel vrij snel weer verliest. En dat was natuurlijk wel zo. We hadden wel echt, denk ik, nou misschien wel 10 of 12 momenten waar zij ons eigenlijk de bal gaven. Ook door ons eigen toedoen, door het drugs. Ja, dat hebben we natuurlijk wel slecht uitgespeeld. Waardoor het een wedstrijd bleef. Het bleef een wedstrijd. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment ook niet beter. Want ja, je wil aanvallen, je wil niet verliezen. Je wordt vermoeid. Maar al met al over 90 minuten hebben we volgens mij niks weggegeven. Nee. Dat viel mij dus inderdaad ook op. Dat Urk zich nauwelijks kansen wist te creëren. Ja, en dat is toch wel een compliment aan de ploeg. Ja, natuurlijk. Kijk, ik zei tegen de jongens na de wedstrijd. Heb ik ze bij elkaar geroepen. Ik denk dat iedereen het leuk had gevonden als we die momenten uit hadden gespeeld. Dan hadden we er ook 3, 4, 5 kunnen maken. Dan is dat voor de schoonheid van het spel. Dat ziet er goed uit. Maar ik ben eigenlijk wel heel blij met dit. Want... al die momenten pakken we niet op, benutten we niet. Dat doen we zelf. Daarvoor blijft het een wedstrijd. En dan moet je kijken, wat blijft er dan over van je groep? En daar was ik super... Daar hebben we het wel eens over gehad. Daar ben ik dan super benieuwd naar. Dat blijft gewoon staan. We doen op een gegeven moment geen gekke dingen meer. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat het niet de mooiste wedstrijd is met Piet. Ja. We zitten gewoon in de koker, hoor. Ja, precies. En bedoel je daarmee nou ook dat je de ballen ze nu en dan gewoon ook wegroeit? Terwijl DVS natuurlijk eigenlijk altijd wel een ploeg was... Ja, maar daar wil ik het niet eens meer over hebben, Piet. Het uit wil spelen en zo. Ja, dat willen wij ook. Ja. Alleen je moet aanvoelen hoe zo'n wedstrijd loopt. Je wordt ook vermoeid. Dus op het moment dat je dan dingen gaat proberen en je bent vermoeid... dan is de tegenstander kan daartussen komen. Dan help je jezelf in de problemen. Kijk, ik had het idee dat zij toch die momenten wel bleven geven aan ons. Want ze bleven proberen te voetballen. Tweede helft hadden we ook 6, 7 momenten dat we het uit kunnen spelen. We spelen het gewoon slecht uit. Als we dat goed doen, hebben we een ander gesprek. Ja, precies. Met name het laatste kwartier. Ja, maar we geven niks weg. Werd het niet lekker uitgespeeld? Nee, hè? Want, nou, voor de hele wedstrijd wel. Toch echt kansen. Ja. Maar ja, goed. Urk gooide natuurlijk in die tweede helft ook een portie kracht erin. En dat kostte ons natuurlijk ook wel behoorlijk wat kracht. Of nee, ik vind het vervelend om daar nee tegen te zeggen, Piet. Maar het kostte kracht dat wij gewoon slordig werden. En dan moet je hem iedere keer weer afpakken. Nee, ja. Ik hoor dat ook al Urk dit en het zijn Urkers. En we zijn ook gewoon mensen. Hè. We moeten ook niet denken alsof... We hebben het geweldig gedaan verdedigend. We zijn heel volwassen. Naarmate de wedstrijd bleven we heel volwassen. Goed in de organisatie spelen. Was het geweldig? Nee, de eerste half uur wel. Alleen we geven niks weg. En we hebben denk ik echt verzuimd om een grote uitslag neer te leggen. Want als het gewoon 2-3-0 wordt, dan is het wel... dan ziet alles er fantastisch uit. We hebben gewoon gewonnen. Ja, resultaat nog 34 van deze en doen er een strik om. Ja, lekker. Ja, het resultaat is goed, Patrick. Ja, maar veel dingen waren goed. En daarmee feliciteer ik je ook. Ja, natuurlijk. Ja, dank je wel, Piet. Heel veel dingen waren goed. Er waren ook wel wat foutjes hier en daar. Links en rechts, op het middenveld. Paasje hier, paasje daar. Dat was een beetje ongelukkig, vond ik, zo nu en dan. Heb je de illusie dat het nooit meer voor gaat komen? Ja, nee. Of dat het bij een ander, bij een ander niet gebeurt? Dat gaat voorkomen. Ja, dat is voetbal. Precies. Ja. Voetballen, als voetbal is niet bij DVS, voetbal is wel een stadion. Ja, zo is dat. Hey, nogmaals, Patrick, gefeliciteerd.